Ja, Gijs. Het was de open dag van Sparta. En toen dacht je, joh, laat ik gewoon de stoute schoen eens aantrekken en vragen aan Henk Vrezer of hij ons een keer een training komt geven. En daar was hij vandaag opeens. Het was heel leuk. De TOS was ook heel spannend, want ik wou heel graag bij trainer Henk Vrezer. Ik dacht eigenlijk, ik hoopte echt dat hij zou komen. En het is gebeurd en het was echt heel leuk. Ja, trainer Henk Vrezer. Opeens een training van de onder 9 tussendoor. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, het is niet de leeftijd wat ik al een aantal jaren niet meer gewend ben. Maar dan merk je, dan weet je eigenlijk wat echt plezier is, hè, in het spelletje. Door omstandigheden moet je soms heel serieus zijn. De belangen zijn heel groot, hè, voor een ieder. Niet in de laatste plaats voor jezelf. Maar hier merk je dat dit is eigenlijk waar het echt om gaat. Het spelletje beleven in de puurste zin van het woord. Dat vind ik mooi van die allerjongste jeugd. Die zijn nog vrij. Die hebben nog helemaal geen vooroordelen. Of die denken helemaal niet aan druk. Die denken gewoon lekker aan een spelletje. Met een trainer die toevallig hoofdtrainertje mag spelen. Dus dat was wel heel leuk. Leuke jongens. Ja. Ja, je had het al gevraagd aan hem, hè? Maar het was toch uiteindelijk wel een verrassing dat hij er was. Ja, ik vond het echt... Ik dacht echt zo... Jaden van ons team die zei, ik zag Henk Vrezer, dat zei hij tegen mij. En ik dacht, oh nee, zou het toch waar zijn? Dus het was wel zo. Hij zei dat hij hem zag uit de auto. Dus ik wou hem kijken, maar ik zag het niet. Dus ik ging zitten en toen kwam hij binnenlopen met zijn assistent. In jouw elftal natuurlijk wel heel veel jongens uit de opleiding. Nu zie je ze een keer van de allerjongste leeftijd in principe. Ja, wat vond je van het niveau? Ja, kijk, ik kom natuurlijk ook zelf van Sparta, dus ik weet wel een beetje hoe het zit, hè, bij deze jeugdopleiding. Het is gewoon door de jaren heen heeft het zich meer dan voldoende bewezen. En ook hier zie je weer jongetjes die gewoon echt uitstekend kunnen voetballen, veel verder zijn als dat jij bijvoorbeeld was op die leeftijd. Ja, hoe lekker is het dan ook om gewoon weer tussen die enthousiaste kinderen te zijn? Ja, ik had het zeker na de wedstrijd van afgelopen week, had ik het zeker wel even nodig. Hè. Je wil allemaal winnen, je wil het allemaal beter doen. Nou, dit was een hele slechte. Dus wat dat betreft doe je wel wat energie op. De omgeving geeft je vaak ook energie. En dat hebben de jongens absoluut gedaan vandaag. Ja. Heeft je ook geïnspireerd vandaag? Ja, maar dit is gewoon helemaal vrij. Weet je? Dus je vergeet even alle hele belangrijke zaken die je bij Sparta 1 hebt. Je vergeet ook je eigen omgeving even. Maar ja, je weet, je moet dadelijk weer meteen aan de slag. Dit was leuk en absoluut wel voor herhaling vatbaar.